Lieve vrienden, dit is Johan. En dit is Anja. En wat leuk dat jullie kijken naar onze vierde vlog. Dingelingeling. Wij nemen jullie mee op onze avonturen. Let's go! Geniet ervan! Jij zegt ik ben een kaas. We hebben eindelijk eens een lekker avondje buiten. We gaan een spelletje spelen. Nederland tegen België. En wat gaan we doen, schat? Uno! En sowieso gaat België winnen. Daar ben ik rots van overtuigd. Voor plus 7. Nou, dat moet dat lukken voor mij dan. Voor jou wel. Net. Ik heb net alle spelregels uitgelegd gekregen. Dus ja, ik vlieg er vol in. En wat is mijn prijs als ik win van jou? Sexy time? Ja! En wat is mijn prijs als ik win? Sexy time? Nee. Als ik win, dan wil jij heel het huis stofzuigen. Nee, bub, dit is wel de eerste keer dat ik het speel. We gaan eerst even kijken hoe dat voelt. Oh, kijk. Jullie krijgen straks de resultaten te zien. Ik ben gewonnen. Ik heb de meeste punten. Nee, dat is niet waar. Ik ben gewonnen. Hoeveel punten heb ik? 501. En hoeveel heb jij? Het was om ter minste punten trouwens, vooraleer dat je me voor bent. Dat vind ik een heel raar spelletje. Je gaat er altijd een punt te scoren, waar. Hè? Je moet altijd proberen uit te spelen zonder kaarten. En als je overblijft bij kaarten, dan zijn dat punten die optellen. Maar daarom hebben de rode duivels zo weinig succes. Die denken misschien ook van, ja, ik moet zo min mogelijk punten maken. Pas op, hè, vriendeke. Ik ben er echt ingemaakt. Lang leven de blonde neus. Nou, ik ga nog een keer voor een rematch. We zijn benieuwd. Eerst nog even wat rode wijn geven. Misschien dat ze dan moeilijker gaat krijgen. Porto! Ja, goeiemorgen. Het is nog niet zo heel laat. Ik ben vandaag aan het werk. Ik zit dus inmiddels al 20 minuten vast in de lift. En ik kan nergens naartoe. Ja. Wachten op de hulptroepen. En dan is het buiten 33 graden. Het wordt vanzelf 5 uur. Gelukkig heb ik al goed gegeten vanmorgen. Ik zit er nu al over het half uur. En het wordt hier per minuut een graadje warmer. Mijn collega's zien er de humor wel van in. Ik doe er ook alles aan om niet te werken. Hè? Je vindt het al lang fijn dat ik hier in de lift zit. En ze hebben me al gevraagd dat ik tegelijkertijd kon vloggen voor dit. En een keer terug te kijken. Ja, ja. Inmiddels 3 kwartier. En het is hier warm. Proost, jullie zien het. Ik ben weer vrij. Ja, het was een hachelijk avontuurtje. Ik heb er alles bij elkaar iets meer dan een uur gezeten. Maar door hulp van mijn collega's en een liftmonteur en nog wel een hele goede zorgen van mijn collega's die met een rietje door de spleet van de deur mij nog drinken hebben gegeven. Heb ik het allemaal overleefd, jongens? Ga er een lekker koel glaasje water op drinken in deze temperaturen. Proost! Jullie hebben er net al beelden van kunnen zien. Het was een geweldig feest. Een super privé feestje, echt hè? Ja, tof. 25-jarig huwelijk. Van Sabine en Pascal. En ik ken Sabine en Els, haar beste vriendin, als de piraten van Sint-Gilles-Waas. Overal waar die dames geweldig komen, dan kapen die eigenlijk het feest. En dan is dat één groot, gezellig festijn. We nemen jullie morgen weer mee op een avontuur. Met 4 leuke optredens. Woep, woep. Ik wil bloemetjes! Deze bloemetjes wil ik graag, die vind ik wel mooi, baby! Heb je die verdiend? Ik krijg 2 bouquets! Klap erop. Waar zijn de...
Well, here we go again. Ja, ik had zo precies wat energie nodig. Oh. Iets ongezonds en iets gezonds. Ons mama die doet mee staan. Dat is toch gezond? Mama, deze vlog is niet voor jou bedoeld. Niet voor mama's? Nee. Voor je knuffeltje? Van jou? Nee. Je hebt centjes, hè? Ja. Anders kan ik niet betalen. Oh, sexy ass. Baby. Oula, check it, Willem. Kom, eten. Een stressvol dagje tegen moet, denk ik, toch? Ja. Het wordt een race tegen de klok. Vier stops gaan we vandaag maken. We gaan nu naar Merksplas, daarna naar Torhout. Daarna gaan we naar... Racen we naar Tessels. En daarna gaan we door naar de Nacht van de Schlager in Westerlo. Leuk, ik heb een speciale remix van mijn ruitenwisser. En die ga ik... Eigenlijk, ik heb die gisteren al geprobeerd op het feestje. Ja, en nu gaan we dat eigenlijk voor de eerste keer openbaar doen. We gaan iedereen eerst laten zitten en dan weer laten staan en weer laten zitten. En zo nog 10 keer. Dus net fitness. Hij gaat gewoon de mensen weer voor de gek houden dan. Zo simpel is. David, we staan op de camera. Hier zie ik, wie ben ik? Hier ben ik. Kom maar toch. Stoppeltjes zijn klaar. Dat is nog wel één. Nou. Dat was het feestje wel, hè? Ja! En wat heb je allemaal gekregen? Ik heb een hartje gekregen. En ik heb nog een hartje gekregen. En een beertje. En nog een hartje. Oh, heb jij een aanbidster? Ja, dat heb ik allemaal gekregen. Onder het optreden. Dus de volgende keer leg ik een kistje naast me. Dan kan ik dat zo iedere keer... Ik had ook nog een paar lingerie setjes gekregen. Maar die heb ik alvast in het koffer gedaan. Van vanavond. Oh. Ja. Goed, meester Bart. Ja. Wat gaan we vandaag leren, beste kinderen? Johan. Oh. U gaat zo niet de hoek in. Oh. Je moet kakken doen. Als je moet gewoon kakken, moet je gewoon kakken. Mr. Bart? Ja, ja. Ik moet naar de wc. Ga maar lekker poepen. Ik moet poepen. Ja. Poepen? Ja, poepen. Dat is op zijn Nederlands. Oh, ja, poepen. Ja. Ze vragen, het was stiller te zijn. Lekker krabben. Niet krabben. Niet krabben. Waar is het krabben? Wat zegt u? Waar is Kurt Krabbe? We gaan een opsporing voor zich uitzoeken en de toetsingssignement van de verdachte opgeven. Lang en smal. Kom op, zwangen! Toeland! En nu! Coureur van dienst, Anja. Het was even racen. Ik heb me dus in de auto gauw omgekleed. Of ja, ik ben in mijn boxershort in de auto gaan zitten. Hè? Dat was nog een extra attractie voor de mensen die daar in de tent buiten stonden. We hadden moeten zien. Anja, cruise control op 160, 170. Oh, dat mogen we niet zeggen. We hebben netjes 120 gereden. We hebben er 20 minuten afgereden. Klopt. Woep, woep. Dus, vrouwen achter het stuur. Ja, ja. Ik heb doodsangsten hier beleefd, maar nee. We waren een goed team, hè? Jij rijden en ik kijken naar de flitsers, hè? Ja. En we staan ook, dat is wel leuk om te vernoemen, maar we staan ook op de cd van het Vlaams Muziekfeest. Ja. Ja, daar zitten wij ook in de tour. Ja, en dan... Het is gezellig om met jou hier te zijn. Iets moet alles mag, kon het maar altijd.
toen zei de vriend. Maak er altijd zoveel plezier. Ja, Albert! Ik geef nog een rondje! Want ik wil nog dieper. Nog één eentje. Maar samen in koor. Ik voel het aan. Dames en heren, test, want we gaan hier echt wel vlucht in steken. Komt u dan? Er is weer tijd. Nog eentje bouwen we op deze wijze. We hebben dit al te lang niet meer gedaan. Dansen zie ik, ben nog niet aan boven. Want van vandaag beginnen we alle zorgen. En vergeten het gewone dag zo tot een jaar. George! Ja, alles is goed verlopen. Ja, zeker. We hebben alles gehaald. Oké, Johan heeft wel een paar keer uit de kleren moeten gaan in de auto. Ja. Hallo! Hallo allemaal! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, vandaag zijn we zondag. Ja. En we zijn nog steeds fit van gisteren. Druk dagje. Ja. Nog steeds moe van gisteren eigenlijk. Ik niet. Jij niet? Nee. Je hebt ook energie voor 100.000 man. Ja. Springen om de jeep! Van de optredens krijg je energie, dat is heel gek. Maar het is echt, als ik van een optreden thuis kom, dan ga ik door een muur heen. Dat heet adrenaline. We gaan er weer terug aan beginnen. Twee leuke optredens. Eerst naar Ichtegem. Ja, Ichtegem. Oh ja, want ik had het al ergens anders steeds gezegd. Ichtegem, die handen de lucht in, maar toen waren we in Nedegem. Sorry, hè. Ja, juist. Dus nu zitten we wel echt in Ichtegem. Samen met onder andere Willy Sommers. En daarna moeten we vliegensvlug weer door naar Oudenaarde. Ja, het is wel een weekendje wat je lekker volgepland hebt. Oh. Ja, gelukkig dat je zo'n goede chauffeur hebt. Gisteren heb ik wel gereden, niet? Oh ja, maar nu doe ik het. En ik heb onze voorraad. Oh, baby. Wat? Dat is een heel vlog met Red Bull als mama, hè. Die... Nee, maar begrijp me niet verkeerd. Hè. We hebben uiteraard de Red Bull eruit gekapt. Hè. Daar zit water in, hè. Ik had advocaat moeten worden. Echt waar. Een dik zwet kruis, hè, hier op je voorhoofd. Nou. Kent je dat spreekwoord? Nee, ik ken niks van een zwart kruis. Nee? Wel een rood kruis. Jawel. Nee, bij ons zeggen ze, dus als je een leugen vertelt, dan zeggen ze, je hebt een zwart kruis op je voorhoofd. Wil je dat zeggen, Jan? Ik ken alleen die van, als je het liegen bent, dat je neus langer wordt. Ja, dat is van Pinocchio. Maar ik heb dat bij iets anders als ik lieg. Zeg alsjeblieft. Dus als jullie vannacht ooit een keer aan onze slaapkamerraam en zeggen, liegen Johan, liegen, ja, dan weet je wat ik weet. Jongens, we zijn hier in Ichtegem en kijk eens wat ik fantastisch verzorgd word. Cakejes en koffie. Het is hier heel gezellig, hè? Ja, hè? Leuk. En het wordt ook een hele leuke dag. We hebben prachtig weer, ja. Dus... Heel goed. Nou, geweldig. Ja. Tot zo. Dankjewel. Nou, we worden goed verzorgd hier, hè? Smaakt het lekker, babe? Ja. Wat is dat nou weer voor een combinatie? Cake en bier? Ja, moet toch kunnen. Ja. Dat is vrouwelijk, zou ik zeggen, maar... Een beetje harder. En dan... Van genoten. Wij horen graag wat jullie ervan vinden, dus laat even een reactie achter, hè? Maar alleen de positieve reacties, hè? En als jullie het leuk vonden, vooral heel veel duimpjes omhoog en jullie kunnen jullie altijd abonneren op ons YouTube-kanaal, zodat jullie op de hoogte blijven van alle filmpjes. Helemaal gratis. Iedere maandag. Tot de volgende keer. Veel kijkplezier nog.